Vandaag hebben we het over gruwelijke moorden. Ze is verheftend, maar kapt volgens de veterinair. West-Vlaamse spookdorpen. Het gebeurt nooit niet. In Loveringham. En agenten zonder diploma. Dit zijn alle geheimen van de reeks Chantal. Hey, mijn naam is Laura en je bent op de juiste plek beland voor juicy gossip en achter de schermen weetjes van de populairste series. Trouwens, tot er niet over. Ik moet dat kunnen scannen. Leef niet meer in die jaren 80, hè. De reeks zou dicht bij de waarheid blijven en de waarheid zit hem in de details. Zo is er bijvoorbeeld deze post-it. Dit is het echte telefoonnummer van Dranken van de Woude, een echte drankcentrale uit Dixmuiden. We zullen eens testen of het klopt. Hallo, goeiedag. U spreekt met Laura Govaerts. De vraag was eigenlijk of u beseft dat het nummer van jullie drankencentrale te zien is in de reeks Chantal. Ja, we weten dat. Ja. Soms is de realiteit bijna nog zotter dan de fictie. Want zo hebben de scenaristen zich bij het schrijven laten inspireren door dingen die ze lazen in de krant, die echt gebeurd waren, waarvan ze dachten, dit is zo zot, we gaan dat in het scenario verwerken. In de eerste afleveringen krijgt Chantal te maken met de louages. De vervelende buren die er bijna een sport van maken om haar te pesten en te treiteren. Is dat slot van jou? Ik weet van geen slot, ik. Deze buren zijn losjes gebaseerd op twee beruchte bruggelingen, broer en zus, die een vijftal jaar geleden de krant haalden als slechtste buren van het land. Deze twee gingen het zo hard uit dat ze het schopten tot in een van de populairste fictiereeksen van ons land. Goede Vivian. Ja, 57 officiële klagen, dat is wat niet min, hé. Dat gaf als puin op. Van Oeren. Ah. Een van Chantal haar meest verveelde collega's is Kurt. Voor hem begint en eindigt de dag met een kop koffie. De rol werd gespeeld door Benoît Dormé, een acteur die nog niet zoveel televisieervaring had, maar wel ervaring had met een theoretisch politie-examen. En het feit dat hij er toen niet door was, maakte hem alleen nog maar meer geschikt voor de rol van ongeïnteresseerde flik. De juiste cast samenstellen, dat is een heel gedoe. En ook bij Chantal was er een gigantische stoelendans van acteurs. Probeer dit maar eens te volgen. Eerst was Rick Verheijen in de running voor de rol van Kloet, a.k.a. de sheriff. Maar Rick had het te druk met opnames van een andere reeks, waardoor Dries Heineman naar voren geschoven werd, terwijl hij eerst de rol van burgemeester zou gaan spelen. Waardoor Matthias Sercu plots een mogelijke burgemeester zou kunnen zijn, terwijl hij toch de hoofdinspecteur Dazen zou gaan spelen. Een rol waarvoor in eerste instantie Tom Vermeijer in aanmerking kwam, tot bleek dat hij het weer te druk had. En zo is het altijd iets. Straffe fictiereeksen maken, daar kruipt werk in. Jaren van voorbereiding om dan heel last minute, zonder erbij na te denken, iets geniaals te improviseren. De kaar kent midden. De stoet en tweeën. De zonne schijnt voor iedereen. De spoken word van Maaike Kafmaier tijdens de eindgeneriek was bijvoorbeeld een last-minute idee van de componist. Het werd pas op de allerlaatste dag van de opnames beslist dat ze dat gingen doen. Praal en praat. Kijk een cowboy uit een catwalk. Ja, de streken van een vos. Het kan hier al. Geen fictie zonder autopech. De motor van het legendarische Renaultje van Chantal begaf het net voor de opnames van het tweede seizoen. Dus ging de hele crew snel op zoek naar een motor om de Twingo in gang te krijgen voor de opnames. Wow. Wat je doen vindt? Dat ze niet wegkomen. Het overgrote deel van Chantal speelt zich af in het pittoreske dorpje Loveringham. In Loveringham gebeurt er in feite nooit niet, nee. We zitten met een dood poedel en een verkoold lik. Het gaat goed zijn zeer. Ik heb echt niet nog behoefte aan een hashtag MeToo Loveringham. Hè. Is dat duidelijk? Maar de superfans die graag op bedevaart willen naar Loveringham, die moeten we helaas teleurstellen. Want het dorp bestaat niet. Het is een samenstelling tussen Loreningen en Alveringham, de twee dorpen waar de opnames plaatsvonden. Hey. Lovendam. Loveringham. Ziezo, dat was alles wat ik weet over Chantal. Tot naast de ketsel? Ja. Laat vooral weten welke reeks jij volgende keer aan bod wil zien komen in de comments. Vond je deze video leuk en ben je benieuwd naar meer VRT Max video's? Like dan deze video en vergeet zeker niet te abonneren. Doen.